Dames en heren, DVS TV-kijkers, maar natuurlijk ook jongens en meisjes. Hartelijk welkom hier aan de Sportlaan, het prachtige sportpark van DVS 33. Met naast mij natuurlijk de hoofdtrainer van DVS 33, Roeland ten Berghe. Dat snapt u natuurlijk allemaal. Roeland, ik ben hier donderdagavond. Ik kom hier regelmatig. Hè, dan ga ik een beetje zo sluipen en kijken naar allerlei trainingen van jou. En het viel me op dat ze lekker gretig waren donderdagavond. Is dat een... voorspelt dat wat? Ik zie niet heel veel verschil, moet ik eerlijk zeggen. Dat kun je misschien van buitenaf wat beter zien. Maar goed, er is gewoon prima getraind donderdag. Dus dat zag er goed uit. We hebben getraind op met name wat we vandaag kunnen verwachten. En ja, dat zag er donderdag wel goed uit. Dus afwachten op de uitvoering. En wat verwacht je? Nou, in ieder geval een tegenstander die gewoon heel compact de boel houdt achterin. En heel snel eruit kan komen voorin. Ja, dan moet je gewoon heel erg geduldig zijn en heel erg zuiver in de passing. Je moet weinig tot geen fouten maken, want dan weet je dat je direct een counter tegenkrijgt. Dat is een beetje hun kracht. Dus je moet zelf gewoon heel veel beweging hebben en heel zorgvuldig in de passing zijn. Je hebt weer gekozen voor de Rijnsburgse boys variant. Zeker verdedigend gezien. Ja, hun spelen met twee spitsen dus. Ja. Ja, ik noem het dan maar de Rijnsburgse boys variant. Dat leverde een 3-0 overwinning op. Nou, als dat vanmiddag aan het eind van de wedstrijd zo is, dan zou je redelijk tevreden zijn, denk ik. Ja, dat teken ik voor, ja. Nou, dit zijn wel iets andere spitsen. Dit zijn meer bewegelijke spitsen. Rijnsburgse boys, dat waren wat meer fysiek sterke, wat meer krachtige spitsen, laat ik het maar zo noemen. En dit zijn twee hele goede snelle spitsen. Dus ja, we moeten dat goed organiseren, want daar is hun spel wel op gericht. Dan goed organiseren, dan denk ik elkaar waarschijnlijk heel erg goed rugdekking geven. Want op snelheid zouden we dan eventueel, want onze verdedigers zijn natuurlijk niet de snelste van de wereld. Nou, niet allemaal even snel, maar goed, we hebben ook voldoende snelheid achterin. En we hebben iemand over, hè, dus we spelen 3-2 achterin en hebben iemand over. En we hebben ook nog Roald op middenveld lopen, dus die kan daar ook nog in ondersteunen. Ook kan Soykan zelfs niet eens wissel. Waarom? Omdat hij nog te veel last heeft van die buikspierblessure. Hij heeft laatst een spuit gehad, maar hij heeft toch nog wel wat last gekregen in de training. Het blijkt dat het toch even rust en wat tijd nodig heeft om goed te herstellen. En na donderdag had hij er toch nog weer last van, dus vandaag geen risico. We gaan het vanmiddag met deze jongens doen en daar wensen we je namens DVS TV heel veel succes mee. Roeland. Spelers staan klaar van DVS 33 en van RVVA. En de scheidsrechter fluit eerste signaal. Het is het bekende signaal, de opening van de wedstrijd. En de eerste paas is van natuurlijk Pinacci. En de bal die loopt uit. Roald de Vries. Maurice eruit, een keurig mooi overstapje. Keurige voetbal hier. Roald de Vries kan daar de bal geven aan Kai Velda. Kai Velda gaat schieten en die schiet hem fantastisch binnen. 1-0, DVS 33 in de derde minuut. Een fantastische goal van Kai Velda. In de vierde minuut komt DVS op een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Kai Velda. Goed begin van DVS. Zitten er meteen kort op. Nu de corner van Kai Velda. Basiel mee naar voren. Komt die corner. Goede bal voor. En daar kan Ali Akla de bal bijna inkoppen. Kopt hem net naast. Iedereen staat klaar. Het muurtje is gezet. Paul controleert nog. Dit is wel een heel gevaarlijk moment voor DVS 33 en RVVH zou zomaar langs zij kunnen komen. Middels deze vrije trap komt hij. Aanloop. Schot! En prachtige redding. Prachtig gepakt. In tweede instantie zelfs klemvast. Paul Epping. Hij heeft er zo goed het oog in dit seizoen. Heerlijke keeper. Prachtig artikel in de Stentor over hem. Goed verdedigen daarvan. Edmund Meijner. Duel onder bal daar. Mike Aars komt daar als winnaar uit de bus. Bal naar Maurice de Ruiter aan de rechterkant van het veld. Kijken wat hij gaat doen.
Hij schiet daar op de goal. Oeh, daar kan Ali net niet bij om die bal in te koppen. Gevaar nog niet weg. Ah, daar kan Mike Arens net niet bij de bal. Goede aanval van DVS in de 23e minuut. Weber kan een paar meter pakken. Baradas gaat schieten. En daar schiet hij de bal er zo in. Een, maakt daar ruimte voor zichzelf. En scoort de 1-1. Keeper toch wel verrast in de hoek. RVVH komt in de 30e minuut op 1-1. Doelpuntenmaker Baradas. Bal in de richting van de nummer 2. Kan de bal niet binnenhouden. Ingooi voor DVS. Kaivelda. Geeft de bal mee aan Mike Arens. Komt die voorzet. Dan kan die nummer 3 goed tussen. Maar daar gaat de 2-0. Die nummer 2 gaat in de fout. Maurice de Bruyter is er als de kippen bij. En kan de 2-1 maken. In de 34e minuut komt DVS dus weer op een 2-1 voorsprong. Doelpuntenmaker Maurice de Bruyter. Het was Creso die daar in de fout ging en Maurice kon daarvan profiteren. En net voor de pauze, of althans nog een klein beetje voor de pauze, een doelpunt van DVS 33, nummer 13, Maurice de Bruyter. Prima beweging weer van Pinacci, die een prachtige partij voetbal speelt. Heel goed. Oh, en daar, Edmund Meijneer, dat moet hij niet doen. Wat zou hij daarvan balen als hier een doelpunt uit voortkomt? En daar heb je weer die Baradas. Een prachtige actie. Paul Epping. Mag DVS 33 heel dankbaar zijn. Deze Paul Epping. Zo pak je punten voor je ploeg. En Edmund Meijneer is degene die daar enorm van baalt van zo'n fout. Dat zal hij straks ook nog wel tegen de spelersgroep zeggen, denk ik, in de kleedkamer. Jongens, sorry. Dat zijn slechte momenten zo vlak voor rust. Nu RVVA weer. Helemaal volkomen vrij. Kooijman. Maar Kai Velda zat erbij. Schot. Maar mislukt schotpoging. Van Stekete in dit geval. Wedstrijd in de tweede helft. Op het punt om te beginnen. Tussen DVS 33 en RVVH. Uit Ridderkerk. En Marta trapt af. Bal gaat richting de aanvoerder, Kooijman. En RVVH gaat proberen om de achterstand ongedaan te maken. Baradas daar. Maar natuurlijk ook Joran van Zanten. Oh, prachtige aanval aan de linkerkant. Roald de Vries. Roald de Vries ziet daar Ali Akla staan. Ali Akla! Ja! Ali Akla! In één keer die bal op de plof. Heel erg mooi. Wat een schitterende aanval van DVS. Over de linkerkant. Roald de Vries die daar de bal prachtig voorzet op Ali Akla. En Ali Akla die hem in één keer op de plof neemt. Wat een begin van deze tweede helft voor DVS 33. 3-1 is de voorsprong. En dat is natuurlijk een fantastisch begin, André. Maar goed, vrije trap in het voordeel van DVS. Kaivelda komt die bal daar maar gesmoord in de muur. En toch weer via een speler van RVVA. DVS dacht gelijk aan een pengel in verband met een hensbal. Maar dat is absoluut niet zo. En RVVH mag gaan ingooien. Maurice de Bruyter. DVS zou vanuit de counter wat meer met die kansen moeten kunnen doen. Mike Arens passeert ook altijd makkelijk. Maar nu er komt de tweede man erbij. Oh, wat een beweging. Schitterend, Mike. En wat geeft hij die bal mooi? Oh, Yassin Kurt. Ik dacht, nou, dit is de 4-1. Wat een schitterende beweging van Mike Arens. Waarin hij zomaar twee man een beetje voor joker zette. En DVS op een hele veilige, ja via Yassin Kurt dan, op een hele veilige 4-1 had kunnen brengen.
Jammer, jammer, jammer. Maurice de Ruiter, maar die kan niks anders doen dan dat balletje inleveren. En daar staat Basile Camara. Oh, prachtig, doorgekopt. En ho, ho, ho. Oh, mooi gezien, doorgekopt door Ali Akla. En in één keer op de wreef van Roald de Vries. Maar via de keeper toch... ik dacht via de keeper, maar nee, toch niet. RVVA, die daar toch door het oog van de naald kruipt. DVS had de wedstrijd al lang op slot moeten gooien. Via die enorme kans van Yassin Koert natuurlijk. Wat heerlijk, zo'n lengte van die international van Guinea-Bissau. En nu weer... maar ze worden wat onzorgvuldiger, RVVA. En natuurlijk gaat de tijd in hun nadeel spreken. 38 minuten op de klok. Stand nog steeds 3-1 voor DVS 33. Kaivelda, 45 minuten op de klok. Ik ben benieuwd wat er aan tijd bij komt, aan blessuretijd. Komt die vrije trap? Achterin daar bij David van de Groep. Kan hij die bal binnenhouden? Ja, dat kan hij. Gaat die bal nog een keer terugbrengen, de 16 meter in. Daar zit de verdediger goed tussen voordat Ali Akla gevaarlijk kan worden. Bal in de richting van Christian van den Kamp. Kan die bal controleren? Wordt daar licht aangetikt? Nee, deze vrije trap hoeft niet meer genomen te worden. Einde van deze wedstrijd. DVS 33 tegen RVVA. Uitslag 3-1. Wij bedanken u voor het kijken naar de samenvatting. Open voetbal. En dat willen we graag zien. We stijgen weer een aantal plaatsjes. Na deze interessante pot tussen DVS 33 en RVVA sta ik hier met twee spelers van DVS 33 die mij wel bevielen vandaag. Dat is ene Basile Camara. Basile, wat voor wedstrijd was dit? Nou, ik denk dat wij een stukje meer strijd hebben gebracht dan dat we normaal doen, zeg maar. Normaal voetballen we veel, maar ik denk dat we vandaag ook vaak de lange bal hebben gehanteerd. En het was niet de mooiste wedstrijd, maar wel 3 punten en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, precies. Uiteindelijk, dat eerste doelpunt was natuurlijk een beauty van Kai Velda. Vertel daar eens wat over. Klopt, ja, hij neemt gewoon mooi op de slof. Mooi doelpunt. Meer kan ik er niet van maken. Ja, nee, maar jouw spel kenmerkte zich vanmiddag weer op het middenveld door ongelooflijk veel energie. Een bak energie wat jij kan brengen. En dat is toch wel heerlijk om naar te kijken. Waar haal je die energie vandaan? Ja, ik moet meer van mijn energie hebben met van mijn strijd. Vandaag fungeerde ik ook meer als rechtsback. Omdat wij met 3 verdedigers achterop speelden. Daardoor moest ik ook af en toe zakken. Dus vandaag was er een extra strijd. Dus ik denk dat het wel goed uitgepakt heeft. Ja, want het was toch wel een hele lastige tegenstander. Die Baradas, die nummer 7 van RVVA. Daar moest Edmund Mijnheer ook wel ongeveer alle zeilen bij zetten. En jij hebt hem daarbij behoorlijk geholpen. Klopt, ja, want wij wisten vooraf al dat zij zeg maar, loerden op de counter. Dus paas achter de verdediging, omdat zij snelle aanvallers hebben. En dat hebben wij vandaag zo proberen aan te pakken. Ja. Waar nodig Edmund ondersteunt inderdaad. Was je tevreden over het spelpeil wat jullie gebracht hebben vandaag? Nou, ik denk dat we 3 weken achter elkaar harde klap hebben opgelopen. Dus ik ben zeer tevreden. Want uiteindelijk, deze wedstrijd herinner je niet meer over 5 weken, maar wel die 3 punten. Dus, ben je tevreden over je eigen spel? Voetballend niet, maar verdedigend wel weinig weggegeven. Maar voetballend moet het nog veel beter. Het is voor jou toch. Het zijn hele vreemde weken geweest, natuurlijk. Hè? Want je had net zo goed vandaag niet kunnen spelen. Want dan was je aan het herstellen van een paar interlands voor Guinea-Bissau. Ja, inderdaad. Een paar vreemde weken. Maar hartstikke mooi. Ja, jammer dat het uiteindelijk niet zo heeft uitgepakt. Dat ik daar niet naartoe ben afgereisd om die wedstrijd te spelen. Maar goed. Voor mij is dat mentaal niet moeilijk, want ik had gelijk de volgende dag weer lekker met DVS, Kozakken Boys en daarna RVVH. Dus is ook goed, toch? Lekker dat je weer een hele wedstrijd hebt gespeeld, hè? Ja, heerlijk, heerlijk. Dat zat ik op te wachten. Hartstikke goed. Ik zie het aan je glimoogjes. Hartstikke mooi dat je ervan geniet. Ik heb er ook van genoten. We hadden, denk ik, na die 3-1 de wedstrijd op slot moeten gooien. Kun je nog een geval herinneren, Yassin?
Ja, ik schrok van de paas, dus ik had hem niet meer verwacht. Maar ja, die aanname had er nooit mogen zijn. Ik moest gewoon in één keer op mijn binnenkantje. Die actie van Mike Aris, die was ook zo weergaloos. En misschien is het dat ook, dat je dat niet verwachtte. Ik had hem gewoon moeten verwachten, inderdaad. Maar ja, het was een mooie actie vooraf. Maar ja, ik had mijn eerste doelpunt kunnen maken, maar helaas. Oké, helaas. Hey, hartstikke goed. Ga zo door, jongens. Ik geniet met name van je glimlach. En die gaan de komende wedstrijden meer komen, denk ik. Basiel, of niet? Ik hoop het. Oké. Beide trainers voor de analyse. Links van mij, rechts voor u natuurlijk. Giovanni Franken, zeg ik het goed? Ja, goed. Welkom. Voor Uit Ermelo gaat het goed. Ja, mooie uitspraak, hoor. Ja. Giovanni, mooie naam. Ja, zo zeggen ze in Rotterdam niet. Oké. En naast mij gewoon uit Raalte. Ja, toch? Roeland. Is iets minder mooi, maar... Ja, maar ook wel een prachtige naam, hoor. Mijn vader heette ook Roel. En nou, dat pleit voor je. Giovanni, interessant potje, denk ik. Eerste helft, aardig goed voetbal. Laat je licht er eens over schijnen. Ja, ik denk... Het zijn twee voetballende teams die graag de bal willen hebben. Dus vandaar dat je ook de druk en ook de duels terug zag in de wedstrijd. Vanuit onze kant wat wel wat jammer was, is dat we binnen 5 minuten 1-0 achterkomen. Tweede helft komen we uit de kleedkamer en sta je ook binnen, volgens mij zelfs 30 seconden, geef je ook een goal weg. Ja, dat zijn voor ons wel twee cruciale momenten. Het is niet de eerste keer dat dit ons overkomt, dus wat dat betreft weten we het. Wat belangrijker was meer het algeheel competitieverloop. Dat vind ik vele malen belangrijker dan wat er vandaag op het veld zou gebeuren. Dus iedereen weet dat het een begrotingencompetitie is, om het zo even mooi uit te drukken. Waardoor je langzaamaan een ontwikkeling krijgt tussen het linkerrijtje en het rechterrijtje. Nou, het rechterrijtje, weet iedereen, is de 8e plek het hoogst haalbare. En onderin de nummer 15 en 16. En we wilden vandaag proberen om in ieder geval een gat te slaan met DVS. Wat drie promovendi zijn, de Sedoco, DVS en wij zelf. Dus dat zijn van tevoren voor iedereen de voornaamste kandidaten voor degradatie te spelen. En wij proberen ons zo snel mogelijk daaraan te onttrekken. En dat was eigenlijk vooraf onze doelstelling, primair, dus resultaat. Goed, en daarna voetbal, maar dat was ook interessant om te zien. Dus ik ben het wat dat betreft volledig met je eens. Ja. Oké. Roland, hier naast mij staat denk ik een hele tevreden coach. Ja, voor ons gelden vandaag eigenlijk even. Hè. We hebben een paar tikkies gehad de afgelopen wedstrijden. Dus voor ons gelden vandaag ook natuurlijk. We moesten gewoon winnen. En het risico een beetje beperken. Want dat hebben we veel gedaan de afgelopen wedstrijden. Veel risico genomen in heel veel situaties. En dan maak je in ieder geval een hele mooie goal. Direct de 0 of de 1-0. En dat helpt natuurlijk. Dat geeft wat vertrouwen. Dus daar was ik gewoon heel tevreden over. Kijk, en daarna moesten ze wel wat opvangen. En dat was misschien ook wel ideaal. Dan zouden we ook wel weer wat ruimte kunnen krijgen met onze spitsen voorop. Uiteindelijk maken we een 1-1. En dan denk ik dat we ook wat gelukkig de 2-1 krijgen. Nou, dat is ook een keer prettig. En na rust wederom eigenlijk gewoon een hele goede goal. En dan 3-1. En dan vond ik dat de wedstrijd wel zo goed als gespeeld was. Al moet ik wel zeggen dat we nog een paar behoorlijke kansen hebben gehad, tweede helft. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk wel, je had het net over cruciale momenten, 5e minuut en direct na de tweede helft. Maar ja, hoe dat tweede doelpunt van DVS 33 tot stand komt, is natuurlijk ook wel heel ongelukkig. Ja, maar dat hoort bij voetballen. Ik neem mijn spelers dat nooit kwalijk als zulke situaties gebeuren. DVS kan heel goed voetballen. Ik denk dat hun intentie dat vandaag ook zeker was. En dat spelbeeld hebben wij eigenlijk vanaf het begin tot eind goed gecontroleerd. Dus we waren zeer dominant en dat in een uitwedstrijd. Ik vind dat we genoeg kansen hebben gecreëerd tot in de 16 op een zeer voetballende manier. Dus niet lange ballen, gewoon goed verzorgd voetbal. Nadenken over positiewisselingen, waar liggen de ruimtes tussen de linies. Hebben we gewoon goed gedaan. En dan is het jammer dat je in zo'n situatie zulke goals weggeeft. Maar wat ik zeg, het voetbal wil je altijd goed laten zien. En daarom is het leuk om te zien dat er twee ploegen zijn die er ook heel veel energie in steken. Intelligent zijn ook op het veld. Dus dat is schitterend om naar te kijken. En dat het dan gebeurt, oké, prima. Maar voor de rest vond ik het naar de stand toe. Staan we nog steeds bovenaan. We staan 8e. Nou, dan sta je op de 1e plek in onze competitie. Nou, en DVS komt eraan. Excelsior Maassluis heeft gewonnen. Stedoke heeft gewonnen. Dus ja, onze competitie, als ik het zo mag zeggen tegen de andere trainer, wordt gewoon bijzonder interessant. En we staan nog bovenaan. Dus wat dat betreft gaan we hard werken om de kampioenschap in het rechterrijtje binnen te halen. Ja.
Hartstikke mooi gezegd. Roeland, het enige wat jullie zou kunnen verwijten is dat je na die 3-1 niet de stand even naar 4-1 wist. Want er was aardig wat ruimte, denk ik, daar achter hun. Ja, we konden een paar keer zeker tot op zeg maar 1-tegen-1 situaties konden we dat creëren. En dan kwamen we rondom de middenlijn een beetje uit. En een paar situaties met Maurice. En dan kon hij net niet goed opendraaien om zeg maar Ali in stelling te brengen. En dan ging hij buitenom. Dus daar hadden we eigenlijk nog wel een 100% kans kunnen maken. Tot 2-3 keer toe volgens mij wel. Daar hadden we beter kunnen uitspelen. Nou, vervolgens krijgen we nog een situatie met Mike. Hè, die daar eigenlijk Yassin gewoon helemaal vrij speelt. Volgens mij wou Yassin hem over de doellijn dribbelen. Dus voor mij had hij gewoon kunnen schieten en dan was het helemaal beslist geweest. Dus er waren wel wat mogelijkheden om het definitief af te maken. Dus, maar goed, ja, aan de andere kant, hun hadden de boel ook gewoon goed voor elkaar. Dus wij moesten wel in situaties wat achteruit en wij moesten daarop reageren. En dat was vandaag nou eenmaal zo. En het resultaat was daarin even het belangrijkste. In ieder geval moet ik je van harte feliciteren. Jou niet, maar Giovanni. Nu met een hele mooie uitspraak. Okay. Veel succes deze competitie verder. Ja, zeker. Jullie ook. Oké, dankjewel. Succes. Is goed, hè.